Ja, en ik zei het al, hier verwacht ik eerder snoek. En ik had het over tot 40 centimeter, maar wow! Wat een wilde rakker. Eigenlijk kom ik hier te weinig. Het is toch een fijn plekje hier eigenlijk zo, hè? Welkom allemaal weer bij een nieuwe video, jongens en meisjes uiteraard. En vandaag gaan we lekker vissen. We gaan proberen te vangen wat we maar kunnen vangen. En hoe gaan we dat doen? Eigenlijk heel simpel. Ik heb voor vandaag een heel klein tasje samengesteld. Daar zit eigenlijk alles in. Zodat ik alles kan doen wat ik wil. Dus het lichte visserij, het jiggen, het dropshotten, het vissen met kleine plugjes. En dat gaan we doen. En dan moet ik hem even over de camera heen wippen. Op een licht hengeltje, jongens. Ik heb mijn 10 gram stokje bij. Is mijn nieuwe hengeltje. Met een klein molentje erop, een duizendje. Maar over deze hengel ga ik jullie straks nog wel wat meer vertellen. Maar omdat we veel gaan lopen en heen en weer van links naar rechts gaan. En ik ben alleen, laat ik deze camera thuis. Dus we gaan overschakelen naar de GoPro. En dan hopen we een hoop actie te hebben. Want de missie is voor vandaag zoveel mogelijk vis vangen. Wat we maar kunnen. Groot of klein, het maakt niet uit. Als we maar veel gaan vangen. Dus let's go met de camera. Zo, we staan op het eerste stekje. En voor de mensen die al langer mijn video's kijken, die herkennen dus wel. Dit is een plaatje Willemstad, jongens, hier heb ik leren vissen. En ik ben heel blij. En dat zie je misschien niet zo heel goed, maar normaal is het water best wel krakenhelder hier. En het is vandaag wat troebeler. En daar ben ik blij omdat het namelijk zonniger is dan ik had verwacht. Ik dacht eigenlijk dat vandaag wel meer bewolkt zou zijn, maar ik denk dat we een hele mooie dag gaan krijgen met het zonnetje. Is natuurlijk lekker, want we lopen nog steeds in onze korte mouwtjes. En het is de laatste dag van september. Maar goed, het is dus wat troebeler. En deze eerste stek, en dat zal wel een ding worden voor vandaag. Het zal veel wisselen worden, want ik wil zowel met plugjes vissen als dropshot dat er nu op zit. En ik begin hier dus met de dropshot, omdat ik weet dat het hier dieper zit. Er zit een uitsparing in de bodem door het gemaal wat wel eens aanstaat. Dus ja, dan wil ik even met de dropshot proberen. Ja, en dit is ook een water waar veel snoekjes zitten tegenwoordig. Niet de grootste, maar gewoon kleins van 30, 40 centimeter. Ja, en die kan ik natuurlijk weer niet op een 23e vangen, dus zal ik hem weer moeten wisselen naar een staallijntje. Ik heb het allemaal bij, maar goed, dat is dus ja, de klus van vandaag. Regelmatig wisselen. Maar goed, we gaan hier even snel wat opzetten. En dan gaan we hier de eerste worp doen. En hopelijk pakken we hier onze eerste baasjes. En trouwens, snoepbaas is hier ook nog mogelijk. De eerste hanger aan, jongens. Ah, mooie baas. Jullie kijken denk ik een beetje in het zonnetje. En ik ben al veranderd van tactiek, jongens. Komt ie. Opsa. Kijk eens aan. Oh, is nog mooi ook, joh. Nou ja, rustig. Kijk eens aan. Kracht van de baars. Super, eerste vangst. Nou, zullen we deze weer snel laten gaan? Is trouwens voor hier best wel een mooi formaat. Ja, toppie. Opsa. Ik zal het jullie even snel laten zien. Ik ben er zo overgestapt. Ja, op een klein samoplugje die ik gewoon een eind weggooi. En deze zinkt. En dan loop ik gewoon heen en weer eigenlijk hier overheen. In de hoop dat ik zo een paar baasje vang. Want ik zie dus vis jagen aan de oppervlakte. En ik zie af en toe wat vissen zo links en rechts wegspringen. Dus ja, dan moet je gewoon voor tactiek veranderen. De dropshot werkte niet. Toen ben ik gaan jiggen met een nepkreeft. Werkte ook niet. En dan denk je, joh, je hebt al een hoop gedaan, maar ik ben pas 10 minuten, een kwartiertje bezig hoor. Maar als je vissen jagen, jongens, dan moet je ze kunnen vangen. En lukt dat niet binnen 5 minuten op de techniek die je probeert, pak dan gewoon wat anders. Nou, dat is nu dit. Dus we gaan hem gewoon weer daaruit gooien. Ik ga weer heen en weer lopen. Vangst eens binnen, hoppa. Op naar de volgende. En nummertje 2 is ook een feit op het plugje. Apsa. En nummertje 3 is een feit. Nou, als we eenmaal een schooltje hebben gevonden, jongens, kan het ook snel gaan. Dus hop, weer terug. Hop, naar de volgende. Ja, jongens. Ik dacht al wat te zien hier net. Er zit daar bij dat struikje een heel klein snoekje. Dus kijken of we die kunnen vangen. Nee hoor, die blijft lekker stil liggen. Snoekje van 20 centimeter. Nog een keertje erlangs. Nee, geen interesse. Misschien als ik hem voor zijn neus houd. Oh, hij heeft ook een baasje in zijn bek. Vet, ja, jullie kunnen dat niet zien, jongens, maar hij ligt
als je mijn plugje volgt, daar, en hij heeft dus een baarsje in zijn bek, vet stoer. Lachen, mooi joh. Zo, na de eerste drie baars zijn we een stekje verder. Ja jongens, aan het mooie voordeel wat dit plugje opleverde, zit uiteraard ook weer gewoon een klein nadeel. Het is zo licht. Het is een Hornet 2. En nou ja, ik zal mijn best doen, maar ja, zo hard als ik kan. Ja, wat zal het zijn? Nog geen 15 meter. Dus je bent best wel beperkt met afstanden vissen natuurlijk met zo'n klein aasje. Dus dan kan je bijvoorbeeld wat anders gaan pakken. En dat gaan we ook gewoon even proberen nu. Gaan we een spinnenbleed of zo pakken die gewoon een gram of 5, 6 is. Want dit ding, dit weegt nog geen 2 gram. Vliegt alle kanten op. En het is echt een superleuk kunstaasje, want het is echt een van mijn favoriete jongens. Ik heb al zoveel vissen op dat dingetje gevangen. En niet alleen klein hoor, ook echt gewoon grote baarsjes, snoeken, trollend vanuit de boot. Ze pakken het allemaal. Maar voor deze visserij is het eigenlijk net te licht om ja, afstanden, meters te kunnen maken. Want het is leuk dat ik hier een cirkel van 15 meter om me heen kan vissen. Maar dat is natuurlijk niet genoeg, want die snoek kan natuurlijk ook of die baars gewoon op 30 meter afstand zitten. Terwijl ik dat makkelijk kan halen met deze hengel. Maar dus niet met dit dingetje, hij is gewoon te licht. Dus gaan even wisselen. Eigenlijk kom ik hier te weinig. Het is toch een fijn plekje hier eigenlijk zo, hè? Dit is wel leuk om voor de mensen die het niet kennen. Ik noem ze de vesting van Willemstad. Die loopt dus helemaal in een soort van sterrenvorm om heel Willemstad heen. Dus je hebt heel veel van die hoekjes zoals dit, rietkragen, brede stukken, minder brede stukken. En ja, er zit wel aardig wat roofvis. Geen monsters. Verwacht hier niet tientallen meter snoeken, die ga je echt niet vangen, maar ja, voor een leuk dagje vermaak. Beetje heen en weer spinneren, lopen. Als je het goed aanpakt, ben je ongeveer 1,5 uur tot 2 uur bezig om helemaal rond te lopen. Dan heb je elke hoek en elk stekje wel gehad. En dan kan je ook nog naar een ander water toe. En je kan nog hier achter ons, ja, daar liggen weer het Hollands Diep. Dus je kan best wel veel kant op hier en dat maakt het wel heel leuk hier. Maar goed, nieuw plekje. Ik zag al wat springen hier toen ik boven stond, dus verwacht hier wel een visje weer. Zo, we zijn een stekje verder. Andere stekjes leveren niks op. En ik ga nu dus eigenlijk ja, die hele vesting in. En daar verwacht ik meer snoepjes. Dus we gaan vissen met een klein plugje nu. Beetje van spro is dit. En omdat ik eigenlijk hier ook zeker snoek op kan verwachten, vind ik het eigenlijk niet verantwoord om met een fluorocarbon 2300 te vissen. Maar wat ik heb gedaan, ik heb hier een heel klein speldwartje op zitten die ik normaal gebruik voor de baasvisserij om snel te kunnen wisselen. En daar heb ik nu dus echt een ultralijn staaldraadje voor gezet. Dus dat is eigenlijk mijn zekerheid. En de ene zal denken, nou dat ziet er gek uit. Maar dit zorgt er wel voor dat ik niet elke keer mijn fluorocarbon af hoef te halen bij elke stek en te wisselen. En nu toch een stukje veiligheid kan garanderen voor een snoekje. Nu is 15 centimeter echt heel klein, maar je moet het maar zien dat dit eigenlijk ja, echt het veilige stukje is. Er moet wel, kan altijd een hele grote snoek op knallen, maar de snoekjes die ik hier verwacht zijn niet zo groot. En die zullen dat plugje niet eens helemaal in hun bekje hebben. Maar dan is dat staaldraadje eigenlijk echt wel heel belangrijk. Want nogmaals jongens, zo'n dun fluorocarbonlijntje, dat is één keer langs die tanden goed. En je bent hem kwijt en dan heeft hij dit plugje in zijn bek. Dus dat willen we niet. Dus we gaan nu zo vissen. Ik ga nu heel snel deze gracht eigenlijk rondlopen. En dan hopen we op een paar stekjes een snoekje te vangen. Hapsa. En ook het volgende plugje is het raak en baars. Daar rustig. Ja. Het zijn geen monsters hier, maar de eerste was wel gelijk een goeie. Ja, dit, kijk dan in het zonnetje, die rode vinnetjes. Prachtig. Zeggen, hopsa, terug. En de volgende. Deze verraden zich al, jongens. Want toen ik hier stond, zag ik daar wat kleine visjes omhoog springen. En dan weet je gewoon, daar zit wat onder. Dus deze heb ik gevangen. Gelijk door naar het volgende stekje. Ja, en ik zei het al, hier verwacht ik eerder snoek. En ik had het over tot 40 centimeter, maar... Wow! Wat een wilde rakker. Kom maar. Hier springen. Kijk eens aan. Wat een klein. Woe! Doe maar naar die haken, man. Wat een kleintje. Super. Nou, even stil. Moet ik vasthouden, een kleintje, joh. Nou, hij zit op één haakje. Oh, wat een cutie, zeggen we dan. Wat een schatje. Nou, ga je moeder halen. Wee!
Inmiddels zijn we al een heel stuk verder en heb ik nog een vijftal vissen erbij gevangen. Ik heb jullie niet alles laten zien, want hey, na 10 baarsen van zo groot heb je ze wel gezien. Dus ik wilde eigenlijk pas inschakelen als ik iets bijzonders had gevangen. Maar ja, we zijn inmiddels helemaal vooraan. En eigenlijk zit het hier nog helemaal vol met weer en is het helder. Kan ik gaan aanpassen? Kan ik doen, maar ik ga gewoon lekker een stukje verder naar een ander stukje water. Want er zijn nog zoveel stekjes hier. Maar goed, één ding is zeker, dit aarsje. En nog bedankt Pama, die heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Die werkt wel goed. Echt een baarskiller, joh. Ik ben er blij mee. En zeker op dit hengeltje. Hij is goed binnen te draaien, dus. Maar goed, wat ik al zei. Te veel wier hier. Zit vaak fel en vast. Kan ik ook met anders gaan vissen, maar moet ik wel heel ondiep kunnen vissen. Dus dat wil ik niet. Ik ga gewoon lekker door naar de volgende stekjes. Nou jongens. Ik weet niet of jullie me horen door die fontein. Maar ik ben eigenlijk al heel lang niet in de stad geweest. En normaal was dit allemaal vrij. Het hele gedeelte. Ik vond hier niet zoveel plompenbladeren. Net maar een klein hoekje hier. Dus het is een beetje zoeken naar de nieuwe stekjes. Maar die gaan niet horen als je hier de snoek eraan krijgt. Die krijg je nooit makkelijk uit. Want dat ligt van materiaal in de schuinrand. Dus ik kies voor de veilige vangst. Om het zo te noemen. Op naar een ander plekje. We hebben het eerste gedeelte gehad. De binnenwateren. Helaas op de laatste stekken ja, een beetje pech met veel wier, druifvel aan de oppervlakte. Dus ja, dat was eigenlijk onbevisbaar met al die kleine plukjes. Maar goed, jullie zien het nu. Ik zit aan de haven. En de haven zit uiteraard aan de grote rivier, het Ommelsdiep vast. Dus we hebben er weer een jigje op gezet, weer een klein shotje, 3,5 gram. We gaan lekkere kantjes hiermee afvissen. En als we wat verder zijn op het wijd, gaan we iets zwaarder en gaan we werken. Dus kijk of we hier een dikke paas kunnen vangen. Echt de meest onmogelijke stek, maar ik probeer het maar. Mooie schaduwrand daar. En zo'n schaduwrand kan wel zijn vis opleveren. Daar liggen ze graag. Alleen mijn schaduw komt er ook doorheen. Dus daar kunnen ze misschien weer van schrikken. Maar het zou me niks verbazen als ik hier een aanbeet krijg. Of een visje van uiteraard. Ik kan er een lang verhaal van maken jongens. Maar die heeft nog niks opgeleverd. We hebben onder de kant staan jiggen. Ik heb staan werpen op het ondiepe daar. En we zijn nu op het wijd. Dus ik ga er nu gewoon lekker 7 gram aan gooien. En dit stuk afgooien. Daar zit iemand te vissen. Dan gooi ik dit stuk af. En mijn broertje die komt er ook aan gelopen. Dus wellicht vangt die nog een mooi visje voor jullie. Dus even een kleine wissel, ander kleurtje ook. En we gaan het hier weer proberen. Helaas, het grote water uit ons diep heeft niets opgeleverd. Ook niet tot de kleine jichtjes. Dus we gaan nu inpakken naar de auto. En dan ga ik ja, toch weer terug waar ik ben begonnen. Om daar nog te proberen. En we schakelen over naar de andere camera. Want alle GoPro batterijen zijn alweer leeg. Ik was er namelijk gewoon 2 vergeten op te laden. Dus ik had er maar eentje bij die vol was. Maar goed, de andere camera pakken en dan gaan we proberen een snoepje te vangen. Nou, mocht je deze visserij nou ook willen gaan doen, heb ik een aantal dingen die ik jullie wil laten zien waar je rekening mee kan gaan houden als je het wil gaan aanschaffen. Misschien heb je het al, maar eigenlijk met wat ik je nu ga laten zien, kan iedereen dit doen en kan je gewoon een leuke dag beleven. Wat ik eigenlijk ook aan het doen ben, ik ben gewoon lekker aan het vissen en ik wil vangen wat ik vang. Kan vangen eigenlijk, moet ik zeggen. Dus of ik nou snoek vang, baars, snoekbaars of weet ik het wat, het maakt niet uit als ik maar lekker bezig ben. Ja, het leukste is dat om te doen op licht materiaal. In mijn geval is het wel een eigen bouwhengel. Maar mocht je nou een hengel willen kopen hiervoor, kijk dan naar een hengel in een, ja, eigenlijk een lichte klasse. Dus als je naar de power kijkt, een light, vind ik persoonlijk heel leuk om te doen. En daarnaast is het ook belangrijk dat de hengel een fast actie in de top heeft. Dus dat betekent dat de top flexibel mag zijn, maar vrij snel ruggengraat krijgt. Het leuke is dan weer als je dus een hengel in een lightklasse vindt, dat hij wel lekker doorbuigt als je een mooie baars eraan vangt. En daarom vind ik het ook zo belangrijk en vertel ik jullie dit ook. Baars hebben zachte lippen. Dus het is ook wel fijn als je hengel wat meer doorbuigt. Zeker als je dit voor het eerst gaat doen. Je zal waarschijnlijk bij elke aanbeet een map willen geven op die hengel. Hoe stugger die hengel, hoe eerder kans je hebt dat je die haak uit dat zachte lipje slaat. Dus dat is belangrijk als we kijken naar de hengel. Als we kijken naar de molen, eigenlijk heel simpel. In dit geval eigenlijk wel, hoe lichter, hoe beter, want je staat de hele dag mee in je handen. Maar goed, ja, lichte molens kunnen ook prijzig zijn. Maar als we dan kijken naar het formaat, een maatje 1000 of een maat 2000 is helemaal prima. In combinatie met een gevlochten lijntje wat erop zit, 600ste, 800ste, kun je prima mee uit de voeten. En waarom ik je dun aanraad is omdat je toch ja, met kleine plugjes kan gaan vissen. Dus hoe dunner je lijn, hoe minder weerstand je hebt van het water eigenlijk, waardoor je de lijn trekt. Dat is even eigenlijk in het kort de hengel en de molen uiteraard. Als we dan gaan kijken naar kunsthaas, eigenlijk zijn er 3 dingen bij mij
die ik nodig heb om een dag plezier te hebben om gewoon vis te vangen. Eén daarvan is, eigenlijk heel simpel jongens, ze zijn bijna allemaal de kleinste variaties. Een doosje met kleine plugjes. En met kleine plugjes, dit soort plugjes jongens, 3 centimeter tot max 5 centimeter. Om even een klein beetje te laten zien, of te zeggen eigenlijk. De Hornets, maatje 2 heb ik altijd bij, maatje 3 als ik wat dieper moet vissen. Nou, dit zijn nieuwe voor mij. De Fat Irish 40 staat erop. Kennen ze nog niet, althans kennen ze wel, maar ik had er nog nooit mee gevist. Nou, eigenlijk ook wel een toppetje. Nou, wat spinnerblades, alle soorten, kleuren, weet ik het wat. En kleine slanke plugjes. Dat is eigenlijk deel 1 wat ik altijd bij heb. Deel 2. Ja, eigenlijk ook heel simpel. Doosje met setjes, schroepstaartjes, kleintjes grote, twistenstaartjes. En veestaartjes ook voor de dropshot uiteraard. Jullie zien het, het is allemaal klein, dus pas makkelijk in kleine doosjes. En als laatste, en dat is eigenlijk weer een heel ander doosje. Er zitten eigenlijk allemaal loodkopjes in en met dropshot loodjes voornamelijk. En ja, kreeftachtige soorten wormen. Dit soort kreeftjes in dat formaat. Maar ook ja, echt heel klein hoor jongens. Gewoon heel klein. Het hoeft niet altijd groot te zijn. En dat zijn eigenlijk de 3 verschillende dingen die je bij moet hebben om gewoon zo'n dag als dit te kunnen doen. Want ik kan zowel met de plugjes op de binnenwateren vissen, kom je een haventje tegen of een plekje met een sluisje, kan je weer een kreeftje eraan hangen. Dus ja, heel simpel jongens, met deze 3 kom je een heel eind. Dan vind ik nog 1 ding ook heel belangrijk en ik heb het al een keer benoemd. Mocht je nou op een water vissen waar je zeker meer snoek kan verwachten, zet dan wel dat staallijntje erop. Geloof mij jongens, je gaat echt niet veel minder vangen. Als dat staallijntje erop zit, als we kijken naar de baarsje. Tuurlijk, baarsje vang je misschien iets beter met een fluorocarbonlijntje. Maar ja, wat heb jij eraan als jij ook heel veel snoek kan verwachten. En dat hij continu je lijn doorbijt. Ten eerste, die snoek zit met die plug in zijn bek, wat we niet willen. En ten tweede, ja, je bent je aasje gewoon kwijt. Zo simpel is het. En dat is eigenlijk zonde. Dus vergeet zeker niet van die kleine staallijntjes mee te nemen. En dan kan ik dat wel gelijk benoemen, want die vraag ga ik anders krijgen. Welke heb jij dan? Ik gebruik ze. Van het merk Dragon, dus dit merk, nou, daar vis ik echt al jaren mee en dat noemen ze de Classic Surf Strand 7x7 en die heb je in 15 centimeter en in 20 centimeter en die heb ik eigenlijk altijd standaard bij, een trekkracht van 6 kilo, dat is echt meer dan genoeg voor eigenlijk als je op deze manier aan het vissen bent. Maar goed, ik zie dat ik alweer heel lang heb gekletst, wat niet de bedoeling was, hebben we het toch gedaan. We gaan snel alles in die tas doen en dan gaan we proberen nog een baasje te vangen en misschien nog een snoekje, want dan wordt het wel weer tijd voor. En daar is die jongens, het snoekje. Ja, leuk hoor, op dat lichte materiaal zit natuurlijk super grappig om te doen, super leuk om te vangen. Gaf een lekkere sport, dus top. Hij mag weer terug, misschien vangen we er nog wel eentje. Zo jongens, en snoekje, Piero baby. Hop, wow. Die vloog er vandoor. Snoekje nummer 3. Nou jongens, de dag is op zijn einde. En met deze mega snoek gaan we de dag stoppen. Maar ik ga hem eerst even snel terugzetten. Want dat heeft hij wel verdiend. Daar gaat hij. Hopsa. Hops, daar is hij. Maar goed, we gaan de video eindigen jongens. We hebben in totaal, ik denk dat ik 2 keer hetzelfde snoekje heb gevangen. Maar heb ik eigenlijk 3, ja 4 snoekjes gevangen. Maar ik deed 3 verschillende. 1 grote snoek van ongeveer centimeter of 40, 45 misschien net. En over de 10 baarsen. Ik heb ze niet allemaal laten zien, maar ja, al bij al dus wel een hele leuke visdag op dat kleine aas. En ja, ik denk dat ik dit vaker moet doen. Gewoon even een rondje door deze mooie gracht heen. Lekker overal werpen. En ja, dan moet het goed komen de volgende keer weer. Maar goed, we gaan lekker eindigen. We gaan stoppen met vissen. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. En dan zie ik jullie in de volgende video. Later!